waarom een streekmarkt? Het is toch een uniek concept naar ons idee. Er is een streekmarkt die ik zelf ken, de Noordermarkt in Amsterdam, heel bekend bij een hoop mensen. Een van de weinige vaste streekmarkten, waar overigens ook producenten hier uit deze gemeente elke week weer naartoe gaan. Dan is het toch raar dat je in je eigen omgeving geen streekmarkt hebt. Omdat we weten dat er ontzettend veel initiatiefnemers zijn, mensen die producten produceren, eigen producten produceren, die ze toch graag gezamenlijk in de markt, op de markt aan de man willen brengen. Wij vonden het een goed idee en ik ben blij dat wij hier nu met z'n allen staan. Wat ook het unieke dan is, dat je het elke keer op dezelfde plek, op dezelfde tijdstip, de eerste zaterdag van de maand, op deze locatie organiseert. Dan weet iedereen dat ook, hoef je niet te zoeken, dan kun je hier ook terecht. Bij deze, van harte gefeliciteerd met het initiatief. Wij zullen het ook blijven ondersteunen in de hoop dat het in de komende jaren ook zichzelf kan bedruipen. Succes in ieder geval. Dankjewel. High teas with your girlfriend. Oh, yeah. Yeah, yeah. Apple stroop. Oh, yeah, apple stroop is heavy. Oh, it's heavy. Yeah, yeah. Yeah. Biersoorten. Dit is ons lichtste biertje. En mensen die geen pils lusten, die vinden dit vaak wel lekker. Ja, wat is dat dan? Honingbier. Belgische witbier. Honingbier. Een Belgische witbier. Dit is een Belgische. Ja, ja. Belgisch witbiertje. Ja. En ik vind hem zelf ook. Is wel lekker. Ik zeg dan, je moet hem eerst proeven. En dan zeg ik wel waarvan ik vind dat hij... Ja. Hij is de grootste kenner. Ja? Ja. Palm. Ja, jij. Ik heb ook nog een beetje troebel. En de flesjes hebben op de kant gelegen tijdens het transport. Dus een beetje Duits, Leidse. Het is met minder tarwe gebrouwen. Leidse wordt met meer dan 50% tarwe gebrouwen. Dit is maar 25%. Het is wel lekker, ja. Ik vind het wel hartstikke.